Goedemiddag. De Vlaamse regering zoekt voort naar een akkoord over de begroting. Voor het eerst is een ruimtetuig met opzet tegen een asteroïde aangevlogen. En fans van Remco Evenepoel wachten vol ongeduld op de aankomst van hun held. De Vlaamse regering zoekt verder naar een akkoord over de begroting voor het komende jaar met koopkracht- en energiemaatregelen. De voorbije uren is er achter de schermen verder overleg gepleegd. Gisteren moest Vlaams minister-president Jan Jambon zonder septemberverklaring naar het parlement. Nu is gepland dat die verklaring donderdag wordt afgelegd. Binnen de Vlaamse regering wordt gehoopt dat die deadline nog haalbaar is. Anne van Rentergem op het Martelaarsplein. Betekent dat dat op dit moment alle regeringsleden van die Vlaamse regering achter jou opnieuw samenzitten? Nee, dat is niet het geval. En het is ook niet duidelijk wanneer dat dan wel zo zou zijn. Het is plausibel dat men eerst bijvoorbeeld zou beginnen met bilaterale gesprekken, zoals dat heet. Dat zijn één-op-één gesprekken tussen de minister-president en de ministers. Maar ook dat is eigenlijk nog niet duidelijk. Dus het is afwachten. Wat gebeurt er nu dan wel? Ja, achter de schermen wordt er gebeld met elkaar. De temperatuur wordt wat gemeten, want men moet nog wel wat bekomen van wat er gisteren is gebeurd. Je weet, gisteren is alles eigenlijk afgesprongen op het groeipakket, het vroegere kinderbijslag. Op dat moment wist men eigenlijk niet hoe men precies wou investeren in dat groeipakket. Open VLD en N-VA die wilden eigenlijk enkel dat de sociale toeslagen zouden stijgen voor mensen met lage lonen. Maar CD&V wil dat voor iedereen het basisbedrag gekoppeld wordt aan de spilindex. En dat betekent dus eigenlijk dat het zou stijgen telkens het leven duurder wordt, zeg maar. Wat nu dan? Wel, het is afwachten. De komende uren zal moeten blijken of er nog onderhandelingsmarge is. En pas als dat duidelijk is, dan zullen de ministers weer gaan samenzitten, vermoed ik. Maar dat was een heel grote knoop, inderdaad, die er lag gisteren. Dan rijst ook de vraag of dat mogelijk is om dat op te lossen binnen de 2 dagen. Ja, het lijkt op dit moment dat de enige optie tot een akkoord is als dat woordje spilindex wel degelijk in dat akkoord staat. Want CD&V blijft herhalen dat dat voor hen erg belangrijk is. De vraag is of daar misschien creatief mee kan worden omgesprongen. Kan het bijvoorbeeld op langere termijn? Maar goed, dat is allemaal giswerk. Het blijft wachten. De nieuwe deadline is dus donderdag 2 uur, want dan staat die nieuwe septemberverklaring gepland. Anne, dankjewel. Voor het eerst in de geschiedenis is een ruimtetuig doelbewust gecrashed op een planetoïde of een asteroïde. Dat is eigenlijk hetzelfde, een rotsblok in een baan om de zon. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de test opgezet om te onderzoeken of het mogelijk is om de baan van zo'n planetoïde te veranderen. Als dat lukt, dan zou de techniek ook gebruikt kunnen worden als er ooit een groot rotsblok op de aarde zou afstevenen. 3, 2, 1. De camera van ruimtesonde DART stuurde gisteren elke seconde een beeld door waarin de planetoïde Dimorphos duidelijk dichterbij kwam. Tot het beeld stopte door de crash. En we hebben impact. For the first time, humanity has demonstrated the ability to autonomously target and alter the orbit of a celestial object. De ruimtesonde DART is er dus in geslaagd te crashen op de kleinste van 2 planetoïden, Didymos en Dimorphos, die op 11 miljoen kilometer van de aarde vliegen. Het doel, de baan van de kleinste rond de grootste te wijzigen. Of dat gelukt is, wordt nu met telescopen geobserveerd, onder meer door wetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht van België, die de test ook vannacht gevolgd hebben. We zijn nu aan het voorspellen hoe de dynamiek van het systeem zal veranderen en ook als de rotaties van die Dimorphos zullen veranderen. En we simuleren ook de krater, dat is juist nu gevormd. Die resultaten kunnen we pas over een paar weken verwachten. De komende dagen gaat er wel nog extra beeld binnenkomen van een kleinere sonde die 15 dagen geleden door DART is gelost en die over de plek van de crash is gevlogen. We might see some Leecher Cube CubeSat images coming up in the next day or two, which was the little CubeSat that we let go of about 15 days ago. It should have
flown by now and took some images of the plume that we created. Uiteindelijk wil NASA onderzoeken of het op deze manier eventuele planetoïden die een bedreiging vormen voor de aarde van koers kan doen veranderen. Fantastic. Ja, een bijzonder scenario is dit toch, hè? Koen Wouters. We zijn heel blij met de inslag die daar is gebeurd. Het lijkt ook wat op Hollywoodfilms. Hè? Armageddon, Look Up. Zijn allemaal dergelijke scenario's. Kan zo'n planetoïde inderdaad inslaan op de aarde op een bepaald moment? Het is al gebeurd, dus het kan zeker. Het meest bekende voorbeeld is 66 miljoen jaar geleden. Het is een hele, hele grote 10 kilometer diameter neergestort in de buurt van Mexico. En dat heeft het uitsterven veroorzaakt van 75% van alle leven op aarde en van de dinosaurussen. Ja, ja. Dat is heel uitzonderlijk. Maar pakweg 9 jaar geleden is in Rusland boven het Oeralgebergte een veel kleinere neergestort. 7-8 meter van diameter. Daar bestaan ook beelden van. Dat is bekend. Je ziet die lichtflits. Dat heeft een enorme knal veroorzaakt, omdat zo'n ding valt sneller dan het geluid. En daar zijn wel 1000 mensen gewond geraakt. Door de glasscherven vooral, door het rondspringende glas. Dus het kan wel degelijk gebeuren. Ja, en hoe groot die kans is, kunnen we dat zeggen? Ja, echt de hele grote, genre dinosaurussen, die kans is onbestaande. Die zijn in kaart gebracht de komende 100.000 jaar. Okay. Geen gevaar. Hoe kleiner ze worden, hoe minder zicht de NASA daarop heeft. Die Russische die is totaal onverwacht gekomen. En die van de grootte van die Dimorphos, waar nu vandaag of gisteren nacht eigenlijk die Dart op is geland, daar zijn een aantal van in kaart gebracht. 30% wordt ongeveer geschat, maar nog niet allemaal. Ja. De bedoeling is nu dat zo'n ruimtetuig de baan van zo'n planetoïde verandert zodanig dat ze niet neerstort op de aarde eventueel. Weten we al of dat inderdaad het geval is? De wetenschappers gaan ervan uit van wel, maar we weten het nog niet. Hè. Want wat er nu gebeurt, is dat ze met telescopen onder meer, ook met die nieuwe James Webb-telescoop, gaan ze die baan nu observeren en zien in welke mate de afwijking veranderd is, of welke mate er een afwijking is. In principe draaide Dimorphos in 11 uur en 55 minuten rond die grotere planetoïde. Dat zou nu 11 uur en 45 minuten moeten zijn. Maar dat weten we dus nog niet. Nee. Maar in elk geval, wat vannacht is gebeurd, is wel een opsteker voor de NASA, zeker na de debacle met de plannen rond de maanlandingen. Ja. Hè? Het Artemis-programma, het plan om opnieuw mensen naar de maan te sturen. Ja, de eerste test, onbemande test, is uitgesteld en uitgesteld. Dat heeft sowieso heel veel vertraging opgelopen. Er komen in de Verenigde Staten ook vanuit politiek terecht ook wel wat kritische vragen. Dat kost handenvol geld. Ik denk dat ze bij NASA heel blij zijn dat ze nu succes hebben met iets dat relatief een stuk goedkoper was en waarvan je ook nog wel kan verantwoorden dat je doet. Ja, maar de echte resultaten, daarop is het dus nog even wachten. Dank je wel, Koen. In Rusland gaat de mobilisatie voor de oorlog in Oekraïne door, terwijl het protest aanhoudt en mensen nog altijd het land ontvluchten. Intussen maakt Moskou zich ook op voor de nakende annexatie van de veroverde gebieden in Oekraïne na de referenda die daar de voorbije dagen werden gehouden. Een groep recruten legt de eed af in Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. Iedereen met militaire ervaring kreeg een oproepingsbrief. Voor de camera tonen de toekomstige soldaten zich enthousiast. Minder enthousiasme hier in het zuiden van Rusland. Heel wat koppels trouwen nog snel voordat de man naar het front wordt gestuurd. Maar de patriarch van de Russische Orthodoxe Kerk stelt zijn gelovigen gerust. Wie sneuvelt, ziet zijn zonde kwijtgescholden. Op diverse plaatsen, zoals hier in de Russische Deelrepubliek Dagestan, blijven de protesten tegen de mobilisatie aanhouden.
of elders in de Caucasus waar betogers een plaatselijke politieke leider confronteren. Heel wat Russische mannen blijven het land overigens ontvluchten, zoals te zien op deze beelden aan de grens tussen Rusland en Georgië. Volgens de Georgische overheid gaat het om 10.000 mensen per dag. Intussen wordt er in de door de Russen bezette gebieden in Oekraïne voor een laatste dag gestemd in een referendum over aanhechting bij Rusland. De leider van de zogenaamde Volksrepubliek Lugansk is tevreden. Wellicht zal Rusland de omstreden gebieden in Oekraïne tegen het einde van de week officieel annexeren. In Polen is een nieuwe gaspijplijn officieel in dienst genomen. De Baltische pijp loopt van Noorwegen via Denemarken naar Polen. Ze moeten betrokken landen in staat stellen om hun afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. De plechtige ingebruikname gebeurde in aanwezigheid van de Poolse en de Deense premier en van de Noorse minister van Energie. Polen heeft met Noorwegen een contract afgesloten voor de levering van ruim 2 miljard kubieke meter gas per jaar, waarmee zowat 15% van de Poolse gasconsumptie gedekt wordt. En dan gaan we naar Japan. Daar is oud-premier Shinzo Abe begraven. Abe werd in juli op straat doodgeschoten tijdens een verkiezingstoespraak. Hij was de langst regerende premier van Japan en heeft een staatsbegrafenis gekregen, wat heel uitzonderlijk is. 4.300 gasten hebben die plechtigheid vanochtend bijgewoond in Tokio. Onder hen ook een aantal wereldleiders. De Nippon Budokan Arena in Tokio. Zo'n 4.300 gasten uit binnen- en buitenland wonen de ceremonie bij. Voor de Verenigde Staten is dat vicepresident Kamala Harris, maar ook de Franse president Macron en de Canadese premier Trudeau zijn erbij. Het is de weduwe van premier Shinzo Abe in een zwarte kimono die langzaam de urne met de as van haar man binnendraagt. De oud-premier is in juli gecremeerd na een privébegrafenis in een boeddhistische tempel. De plechtigheid duurt 2 uur. 1 voor 1 leggen de genodigden bloemen neer. Europees president Charles Michel vertegenwoordigt de Unie. De Indiaanse premier Modi neemt statig afscheid. Buiten klinkt een eresaluut met kanonschoten, terwijl massa's rouwenden in de rij staan om Shinzo Abe nog een laatste groet te komen brengen. De moord op Abe is hier nog niet verteerd. De dader verdacht hem ervan banden te hebben met een religieuze organisatie, waardoor zijn moeder al haar geld verloor. Maar er is ook protest. De staatsbegrafenis kostte bijna 12 miljoen euro. Veel Japanners vinden dat onaanvaardbaar in tijden van crisis. Er is in ons land bijna geen verschil meer tussen het gemiddelde loon van mannen en vrouwen. In Wallonië verdienen vrouwen gemiddeld zelfs meer dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch Bureau voor de Statistiek. Het gaat hier wel om mensen die voltijds werken. Als ook de deeltijdswerkenden erbij worden geteld, dan is de loonkloof tussen mannen en vrouwen wel nog altijd 16%. De komende jaren zijn cruciaal voor het toerisme in ons land. Na de coronacrisis lijkt het herstel ingezet, maar het blijft belangrijk om toeristen naar hier te lokken. Daarom organiseert Toerisme Vlaanderen samen met de stad Brugge een beurs waar 135 internationale reisorganisatoren in contact komen met 75 toeristische instanties uit Vlaanderen. Vraag is of de crisis in Oekraïne het toerisme parten zal spelen.
So you just put on the headset. Ah, ja. And then you'll travel into Bruges by boat, fly a bit over the city. But just give it a few minutes to try. Okay. Okay, let me help you. Een Duitse reisorganisator leert de Brugse toeristische attracties kennen. En ze is niet alleen. 135 buitenlandse reisagenten en touroperators komen hier te weten wat toeristisch Vlaanderen te bieden heeft. Na aardsmoeilijke jaren door corona was het deze zomer al beter. Met toeristen uit eigen land en de buurlanden. De volgende groep die terugkomt zijn inderdaad de buurlanden. Daarna komen de iets verder afgelegen Europese landen terug. En nu, de volgende fase waar we de laatste maand al in zaten, zijn eigenlijk intercontinentale bestemmingen die terugzitten. Dus we zijn duidelijk langzaam maar zeker uit het coronadal aan het klimmen. Het ziet er naar uit dat Amerikanen, Australiërs of Aziaten weer meer naar Vlaanderen zullen afzakken. My client is that they love art and the painting and architecture things like that. So they really like the Bruges and the Brussels and the Belgium area. So we're coming. Yeah. De sector is duidelijk hoopvol, maar wat met de hoge energieprijzen in Europa? Reizen zal niet goedkoper worden en de vraag is of dat de toeristen van dichtbij of veraf zal afschrikken. We are expecting some costs to go up, but equally I think that we are seeing people across the globe desperate to travel. I come from a country where borders have been closed for 2 years in Australia, so we know that there is an immense desire to travel. En dat zal moeten ook om de toeristische sector in Vlaanderen er weer bovenop te helpen. Child Focus krijgt steeds meer oproepen van kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag. Vooral online, via sexting bijvoorbeeld. Veel jongeren hebben niemand om in vertrouwen te nemen, terwijl dat juist heel belangrijk is. Daarom komt Child Focus met de figuur Max. Kinderen in de lagere school worden ermee vertrouwd gemaakt via een spel in de klas. Ik weet wel wat Max is. Dat is een persoon waarmee je kan praten. Als iemand een moeilijkheid heeft, bijvoorbeeld. Als iemand jou chanteert of zo. Of als je ergens iets als je het moeilijk hebt. En dan kan iemand jou helpen. Dan moet je met iemand praten. Want als je niks zegt, dan kan iemand jou helpen. Marten van K3 is vandaag samen met Child Focus te gast in het zesde leerjaar van basisschool Leopold 3 in Berchem om kinderen het belang van een vertrouwenspersoon te leren. Ik merk wel, soms is het niet zo gemakkelijk om tegen je mama en papa alles te zeggen, denk ik. Hè? Ja? Mijn opa mag daar echt alles tegen kan vertellen. Als er een probleem is, ja, die luistert dan ook goed. En vertel je dan wel vaak iets tegen als ik een probleem heb of zo. Als ik zou kiezen, zou ik mijn mama kiezen, omdat ik alles kan vertellen tegen haar wat ik heb meegemaakt in mijn leven. En ik heb ooit eens iets meegemaakt en dat heb ik ook kunnen zeggen tegen mijn mama. Voor Child Focus is het belangrijk dat kinderen nu al leren om te praten over problemen in hun leefwereld. Waar we het wel over hebben gehad in de klas, was ook zo dat er dingen worden doorgestuurd wat eigenlijk zeg maar niet mag. Zoals foto's en zo. En dat je niet zomaar moet afspreken met iemand die je online mee chat. Als ze naar middelbaar gaan, zal er wel eens de vraag komen van stuur eens een sexy foto of bepaalde challenges die eigenlijk niet echt oké zijn. Dat gaat toch zeker nog wel komen en ik vind het goed dat ze er al op voorbereid zijn. De warmste week van VRT is vanochtend opnieuw gelanceerd. Iedereen die dat wil, kan vanaf nu acties registreren om geld in te zamelen voor het goede doel. Siska Soeters kondigde vanuit het Stadspark in Hasselt aan dat Studio Brussel en M&M in de week voor kerstmis weer dag en nacht radio gaan maken. En dat alles draait rond één thema. Straks daarover meer. Eerst gaan we naar de luchthaven. Ja, want daar staat iets heel bijzonders te gebeuren. Ja, de blijde intrede ja. Van een wielerkampioen, van de wielergod, zeg maar. Hè. Remco Evenepoel, hij is bijna thuis, Wim. Over een kleine 10 minuten moet de vlucht landen met aan boord een groot deel van de Belgische WK-delegatie en uiteraard vooral de eerste Belgische wereldkampioen bij de profs in 10 jaar. Daarvoor durft er al wel eens een beetje volk naar de luchthaven te komen, ook al is het een doordeweekse werkdag. Het is in de aankomsthal van Zaventem dus een stuk drukker en luidruchtiger dan normaal op dit tijdstip. Van Schepdaal naar Zaventem is ook niet zo heel erg ver, natuurlijk, voor familie, vrienden en kennissen. Maar er zijn ook van veel verder speciaal naar de luchthaven gekomen. Ja, we gaan dadelijk ook live naar de luchthaven. Ik heb begrepen dat dat nu kan, toch? Daar staat
Jan de Bruin in de aankomsthal. Heb jij... Nee, we gaan eerst even kijken naar een reportage van al de mensen die dus naar de luchthaven zijn gekomen om Remco Evenepoel zo dadelijk te gaan verwelkomen. De sfeer van de koers, maar dan in de aankomsthal van de luchthaven. Voor een wereldkampioen van 22 jaar mag dat. Vroeger was Remco een beetje onze buurjongen. Dat is 500 meter verder dat hij woonde. Ah, ja. En het is eigenlijk zo gekomen. De relatie, goede relatie met zijn ouders en zo. En ja. Ja, meneer, de meesten zijn hier van Schepdaal natuurlijk. Hè? Maar u komt van ergens anders. Uit West-Vlaanderen. Echte hem. U hebt al een hele rit achter de boeg. Ja, en zo'n slecht weer... Levensgevaarlijk. Maar ja, voor Remco hebben we alles over. Waarom vond u het belangrijk om hier aanwezig te zijn? Dat was heel belangrijk. Hè. Na zoveel jaar een wereldkampioen hebben, dan Remco gaan volgen van beide juniors. Ja. En zo'n coureur. Ik vind dat belangrijk van hier te zijn. Dan. Van de familie komen niet alleen de ouders van Evenepoel hun zoon opwachten, ook zijn grootmoeder is erbij. Heel trots natuurlijk. Hè. Wie zou dat als grootouder niet zijn? Hè? Zo een prestatie van hem. En ja, het was iets waar hij al, waarschijnlijk al lang van droomde. Maar ja, voordat dat dan werkelijkheid wordt, hè, dat weet hij dan nooit niet. Hè. Maar nu en op de manier dat hij het gedaan heeft, ik vind het, allez, zoals José de Kouwer altijd zegt, fenomenaal. Ondertussen wordt de sfeer alleen maar beter. Straks wordt het wachten beloond. Ja, als die tot vannacht nog moeten doorgaan, Jan, dat wordt wat. Jij bent voor ons op de luchthaven in de aankomst al. Hoe staat het met de zenuwen van de ouders en van de verloofden van Evenepoel? Want zij hebben hem ook al een paar weken niet meer fysiek kunnen zien. Hè. Hebben ze al terug een beetje stemmen ook na al het feestgedruis van de voorbije dagen? Ja, het is de voorbije dagen feest geweest natuurlijk. En het feest, zoals je hoort, dat gaat hier gewoon door in de aankomsthal van de luchthaven van Zaventem. De supporters hebben een luidspreker mee. De muziek die weer klinkt hier door de boksen. Het is hier ja, bijna nooit gezien in de aankomsthal. En naast mij staat Patrick Evenepoel, de papa van Remco Evenepoel. Ja, Patrick, dit is ongezien, hè, toch hier? Ja, dat is fantastisch om te zien. Ja, ik weet niet, het was bij de mensen blijkbaar, hè. Toch al een beetje stem opnieuw? Ja, het begint stilletjes aan te komen, toch. Hoe zenuwachtig en blij ben je om ja, Remco terug te zien? Maar we zijn vooral blij om uw kind weer te zien. Niet de wielrenner, maar gewoon uw kind. Ik denk dat de meeste ouders dat wel weten, wat dat betekent. Er gaat heel wat op hem afkomen. Hè. Het begint nu al, de aandacht voor hem wordt enorm. Hoe gaan jullie dat als ouder proberen in goede banen te leiden? Gewoon doen, zoals we altijd gedaan hebben. Rustig blijven. Wij worden ook goed omkaderd door mensen van de ploeg. Philo, Alessandro, Patrick Lefever, iedereen. We gaan er zorg moeten voor dragen, op alle vlakken. Wat gaan jullie nu de komende dagen doen? Vandaag ook nog, samen met hem? Ja, vandaag moeten we eerst een kostuum gaan zien voor zijn trouw. En ook voor mij nog, trouwens. Ja, want hij trouwt volgend weekend. Binnen 2 weken, dacht ik. Ja, 8 en 9 oktober, het weekend van 8 en 9 oktober. Daar ergens toch, ja. Dus nog eerst een trouwkostuum en dan rustig thuis op het gemakje met het gezin? Ja, dan vandaag wilde zingen. Ik denk het wel, een beetje bijpraten. Ja, en dan moet ik toch nog een beetje trainen, want dan gaat dan volgende week nog rijden in Binche. En wat we absoluut gaan doen, ter ere van Ilio en Phil. Allee, wel chapeau dat ik nog wil doen voor die twee ook kampioenen eigenlijk. Oké, dankjewel Patrick. Ja, je hoort het, Eddy. Het feest is hier op dit moment nog niet voorbij. Hè? Nee, nee. En ze gaan straks nog in Schepdaal ook nog doorvieren, heb ik begrepen, hè, vanavond. Ja, ze gaan eigenlijk rechtstreeks van hier naar het supporterscafé in de Rusberg in Schepdaal. Daar gaat Remco de andere fans wat begroeten. En het wordt eigenlijk nog heel druk de komende weken. Zondag is er die grote huldiging. Hij krijgt eerst in Dilbeek het ereburgerschap. En nadien gaat hij in een grote stoet met ook allemaal fietsers van Dilbeek naar de Grote Markt in Brussel rijden, waar hij op het balkon van de Grote Markt zal verschijnen. Een beetje rode duivelstoestanden. Zoals Patrick zei, gaat hij volgende week dinsdag ook nog Binche rijden. De eerste keer in die regenboogtrui. En het weekend nadien gaat hij dus trouwen. Dus rust voor Remco Evenepoel is er op dit moment nog niet. Ja, voor jou op dit moment ook nog niet, Jan. Want we horen en zien je dadelijk terug na dit journaal in VRT Nieuws live. Neem even een slokje water
En dan meteen weer door. Dank je wel voor nu. De Belgian Cats die zijn nog in Australië op het wereldkampioenschap basketbal in Sydney. Zijn ze er niet in geslaagd om te stunten tegen China. De Cats verloren met 81-55. Het was hun laatste groepswedstrijd. Ze waren al zeker van een plaats in de kwartfinales. Sterspeelster Emma Meeseman was er niet bij. Zij is geblesseerd en kan niet meer spelen op dit WK. Dat is jammer. De Cats kregen wel steun van Wout van Aert, die nog even in Australië is gebleven na de wereldkampioenschappen wielrennen. Na Remco Evenepoel en Lotte Kopecky eerder, komt nu Wout van Aert supporteren voor de Cats. Ja, super wel succes en let's go. De aanmoedigingen doen deugd, want Emma Meeseman helpt wel een handje bij de opwarming, maar staat ook de rest van het toernooi nog aan de zijlijn. Zonder haar beginnen de andere Cats sterk tegen topland China. Allemaal, Linskes, goed gedaan. Goed gedaan, prachtig. Chiara Linskes. China is medaillekandidaat en slaat uiteindelijk wel een kloofje, maar de Cats beperken de schade. Halfweg staan ze 18-14 achter. Ook in het derde kwart presteren de Belgische vrouwen sterk, maar in het vierde kwart beginnen de Chinezen schep. En dat ziet de bondscoach niet graag gebeuren. Hey ho, voor het moment te vieren. Een match van 30 minuten. Uiteindelijk is het verschil op het scorebord groter dan op het veld, 81-55. Overmorgen spelen de Cats hun kwartfinale. Iedereen gaat een stap voorwaarts moeten zetten, zeker nu dat iemand er niet meer bij is. Maar uiteindelijk, ja, dat zijn de match waarvoor dat je het doet. Iedereen kijkt er super hard naar uit. Dus ja, ik denk dat misschien nu ook wel dat we iets meer terug opnieuw de underdog zijn. En dat is altijd een rol dat ons veel meer ligt. Ja, zo kan je verrassen natuurlijk. In het voetbal keert Dieu Merci en Bocani terug naar België. Niet in de eerste klasse, maar wel bij SK Beveren in de tweede afdeling. Beveren kondigde zijn aanwinst aan met dit filmpje op Twitter. En Bocani is 36. Hij heeft een contract voor één seizoen ondertekend. Eerder voetbalde de Congolese aanvaller in ons land al bij Anderlecht, Standaard en Antwerp. 10 jaar geleden won een Bocani de Gouden Schoen. Afgelopen seizoen was hij in Kuwait aan de slag. En ik maak nog even reclame voor de Yellow Tigers, Wim. Die spelen om 6 uur tegen een absoluut topland in het volleybal bij de vrouwen Italië. Zeker kijken op Canvas. Veel WK's, veel WK's. Ja, ja, ja. Blijf maar duren. Dankjewel, Emmy. Dag allemaal, het is Remco hier. Ik wil heel graag mijn steentje bijdragen aan de warmste week. Dus daarom geef ik mijn rode leiderstrui weg uit de Ronde van Spanje. Fantastisch, toch? De warmste week is meteen met een stunt van start gegaan. Remco Evenepoel schenkt zijn rode leiderstrui van de Vuelta weg. En iedereen kan vanaf nu acties registreren om geld in te zamelen. Studio Brussel en M&M gaan daar dan in de week voor kerstmis opnieuw de klok rond radio mee maken. Kansarmoede, dat is het centrale thema van de warmste week dit jaar. 270 projecten zijn er geselecteerd deze keer. En daarbij is ook het project Buurten van VZW Warm Hart in Houthalen. Kinderen van kansarmen, ook een betaalbare ontspanning, want meestal is het zo met voetbalclub en is een dure uitgave, waardoor eigenlijk die kinderen ook niet kunnen meedoen aan ontspanning. En daar willen wij wel meedelen, Eigenlijk op alle vlakken gewoon mee deelmaken van de maatschappij. Klopt. Iedereen kan vanaf nu acties op poten zetten en registreren om geld in te zamelen voor dit soort projecten. En in de week voor kerstmis versmelten Studio Brussel en M&M om dag en nacht live radio te maken. Dus je kan opnieuw songs aanvragen. Ja, dat mag alles zijn. Harry Styles, AC/DC, La Esterella. Als je ervoor betaalt, dan gaan we hem draaien. Plaatjes, maar ook live muziek en getuigenissen. En dat kan ook weer net als voor de coronacrisis met publiek. De locatie is dit jaar het Stadspark van Hasselt. Plaats genoeg ook voor iedereen om veel plezier te maken, om de projecten komen voor te stellen en laten hopen heel dikke checks binnen te brengen. Een dikke check, dat horen we heel graag. Het totaal opgehaalde bedrag wordt op 24 december bekendgemaakt. Dat is intussen traditie. Van zodra Remco Evenepoel voet zet op Belgische bodem, dan kan u dat bij ons volgen via VRT Nieuws live. Binnenkort zal dat gaan gebeuren. En het journaal begon met de verderzetting van de gesprekken binnen de schoot van de Vlaamse regering om hopelijk tegen donderdag wel een septemberverklaring te hebben. Dank voor het kijken. Fijne middag.
Achter de schermen wordt er gebeld met elkaar. De temperatuur wordt wat gemeten, want men moet nog wel wat bekomen van wat er gisteren is gebeurd. De komende uren zal moeten blijken of er nog onderhandelingsmarge is. En pas als dat duidelijk is, dan zullen de ministers weer gaan samenzitten, vermoed ik. De nieuwe deadline is dus donderdag 2 uur, want dan staat die nieuwe septemberverklaring gepland.